de gunfactor en ja. Of zeg maar meer vanuit zichzelf kiezen van hey, we hebben veel aan elkaar, ik kan met jou lachen, we hebben een leuke tijd. Ja, maar ja, je weet dat misschien een tijd voor maar eventjes, want Michael wil hier niet meer zijn. Nee, ik denk dat er ook wel duidelijk wordt aangegeven van de meeste mensen, wanneer ze blijven, die gaan wel weer overstag en die gaan hun draai wel weer vinden. Oké, okay, ja, dat hoop ik alleen. Dus het is een beetje tweeledig. En jij, ja, ik gun het Mitchell ook heel erg. Ja, ik ook. Zeg maar, ik vind het soort van, hij is heel aandoenlijk en... Ja, maar dat heb ik dus ook, omdat ik dus, toen hij het gesprek heb gehad, heb ik hem gelijk geroepen. Ik zeg, kom jij eens even hier, ik zeg, wij moeten gewoon even praten. Heb ik echt twee rondjes met hem gelopen, weet je wel. Ook om hem een beetje te leren kennen en wat hij eventueel, wat ik eventueel nog van hem kan leren en andersom. Ja. En toen begon ik wel echt ook een beetje te twijfelen aan mijn keuze. Ja, ik twijfel nu ook. En... Zeg, je blijft aan de gang, Missy, hè? Natuurlijk. Maar ik denk wel dat zij... Die energie die ze nu heeft, die heeft ze ook als ze hier definitief blijft. Dus je gaat haar wel flink in de weer zien. Pas op. En zij gaat niet van haar dagbesteding een beetje plaatjes maar draaien. Ik denk ook dat zij het echt heel erg lastig gaat krijgen. Ja. Want je hebt hier geen 8-urige werkdagen. Dat heb je gewoon niet. Nee. Maar ze wil al deze en ze zei dus straks van, ik ben verslaafd aan werken. Dat is zelfs buiten geconstateerd dat ze verslaafd is nou ja, aan werken. Ja, want op een gegeven moment ben je je spelletjes ook wel klaar maken. Wel klaar, ja, ja, ja. Maar de vroeger heb jij doelen hier. En het haar doel is eigenlijk, wat ze ook tegen mij zei, is de BV spekken. Maar ja, ik zeg, dat is, ben je met ons bezig, onze doelen te behalen. Maar, en jij dan? Zeg, dus zeg jezelf, snap je? Kijk, ik denk dat dat ook onderdeel is van de... verslaving waar ze dan last van heeft. Dat je juist heel veel loyaliteit hebt naar je werkgever en dat je hier de Utopia BV als jouw werkgever ziet. Ja. Dat je denkt, dat is belangrijk en ik kom op de tweede plaats. Mm. En ik denk, als je hier langer zit, dan ga je dat ook wel voor jezelf een soort van transformatie door waarin je denkt van nou, waarom ben ik hier eigenlijk? En als je genoeg met mensen hier spreekt, dan denk je, fuck de BV. Ja, maar ik hoop wel dat hij dan, als hij het wordt, wel Adriaan gewoon nog wel die 2 maanden door laat gaan. Snap je? Tuurlijk, toch? Nee, volgens mij staat dat helemaal niet ter discussie. Nee, oké, okay, maar... Bij beide... Adriaan zit wel op de bank. Maar Adriaan gaat niet juist. Bij beide gaat hij nergens heen. Oké. Okay. Dat was al duidelijk bij de dag van in de komst. Dat ze zeiden van dat het hun verbaasde dat Adriaan erop stond. Terwijl, maar Adriaan gaat echt wel naar die 15 maanden echt wel naar huis. Dus heeft echt wel het kan je zeg maar ook verbazen in positieve zin dat je dacht van... Oh, ik dacht niet eens dat ik jou als optie had. Ja, chill. Ja. Maar ja. Komen het even, qua woordkeuze komen het niet over. Het was nee. Meer van jou. Jouw niet wow, verwacht. Ja, onverwacht. Ja, 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 ja. Dus ik denk dat dat bij beide geen risico is. Of Adriaan nu moet op de laatste dag hele gekke capriolen gaan uithalen. Ja. Maar als je ook een beetje ziet, zeg maar, de dankbaarheid van de groep naar Adriaan toe. Met betrekking tot het eten. Ja, 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 ja. Dat is... Je hoeft niet bang te zijn. Staat niet ter discussie dat hij naar huis gaat. Nee, nee, nee. Ja, ik vind het lastig. Gun het haar ook zo. Nee, ze heeft ook niet... Ze is 37, ze heeft niet voor niets haar baan op. En zij wil het ook heel graag. Dat zei zo. Daarom heb ik haar verdrietig gezien vandaag. Weet je? Dus, ja, ik mag niet ook, dus zeg maar niks. Nee, nee. Ze was een beetje emotioneel. Ze was emotioneel geraakt door zijn verhaal. Nee. En zij gunt het ook. Maar daarentegen zegt ze ook al, wil ik ook heel graag blijven. Dat is, ja, je hebt het wat minder gehad omdat jouw tegenspeler het allemaal wel best vond. Maar ik had datzelfde gevoel zeg maar, met Kevin, dat ik dacht van ja... Ik vond het ook wel best, ja. Van, hey, allemaal leuk en aardig, maar, ja. Zeg maar volgens mij wil hij het nog liever dan ik. Hmm. Ja. Nou, dan denk ik dat de keuze misschien al bij ons al, denk ik, is gemaakt. Misschien. Ik weet, niet, ik weet het nog niet. Ik laat het echt op de laatste dag afvangen. Kijk, niet, hoor. Kijk daar zeg ik zit met Mix Emotion. Nu. Ik zit nu echt 49... 51, 49. Ja. Ik weet het echt niet. Ik zit echt zo. Ja. Maar als je nou even kijkt naar... Jiske trekt nu ook heel veel naar toe, hè? Mm. Maar als je nu kijkt naar bijvoorbeeld voor de mensen thuis... denk ik dat zij wel interessanter is. Denk ik. Mm. Waarom?
ik spreek hem niet, ik weet niet wat hij doet. Ben je ook naar hem toe geweest? Want ik ben een paar keer naar hem toe geweest. Kijk, de trein ook tegen. Ik zeg misschien de reden dat jij nog niet naar mensen toe komt, heeft misschien ook te maken, zei ik ook tegen. Ik zeg niet om je aanvang, maar ook puur om je leven. Je bent nog jong, weet je wel. En misschien daarom ben ik zelf naar hem toe gegaan. Misschien moet je dat ook maar eventjes, moet je dat ook maar gewoon gaan doen. Praat met hem. Dat had ik ook. Wanneer waren ze binnengekomen? Gisteren? Gisteren. Nou, ik had helemaal niet met hem gesproken, dus daarom heb ik hem even apart gewoon. Heb ik twee rondjes gelopen. Hij is echt een leuke gozer. Hij is echt heel erg leuk. Nee, ik vind hem ook tof hoor. Ja. Nee, maar weet je wat sowieso in deze groep mist, is interesse. Ja. En als je met twee visumhouders waarbij je bij de ene gelijk al een klik hebt, dan snap ik wel dat je dan gelijk naar diegene toe gaat waar je de meeste klik hebt. Ja, begrijp ik. Die andere wordt dan een beetje vergeten. En dat zie ik nu gebeuren bij Mitchell. Ja. Dat er gewoon bijna geen interesse naar hem toegetoond wordt. Maar daarom zei ik ook tegen toch hem. Of zeg je, nee, zeg ik, iets, ik hoorde net Jessie en Miro ook zeggen dat ze een beetje met de angst spelen om emotioneel aan iemand te binden als je een keuze hebt gemaakt. Dat je denkt van nou, dit is waarschijnlijk mijn keuze. Omdat de meeste mensen maar op eerste indruk al een keuze maken. Ja, klopt. En hoe meer je gaat bonden met iemand die weer vertrekt, hoe moeilijker dat ook emotioneel voor jezelf is. Waardoor mensen dat ook soort van op natuurlijke manier ontwijken. Nou, ik wilde eerst voor hem kiezen hoor. Ja, jij zei nog van hou je ogen en hou je ogen oren open. Ga je niet alles opeten, madame? Okay. Klaar, Frenny. Ik heb hem ook wel leren kennen als gewoon echt wel een dankbare jongen. Van, hey, ik zou het echt tof vinden als je met mij samen naar die tekst wil kijken. Dus dan daarin actief om hulp vraagt. En dan ook daarna zegt van, hey, ik vond het echt tof. Ja. En je me daarin wil helpen. En ja. Moeilijk. Ja, ik had voor haar gekozen. Ik zei Maris, maar nu ik zijn verhaal hoor en met hem eventjes alleen heb gelopen, ja, ben ik aan het twijfelen. Maar weet je wat ook mooi is, Fren, voor kijkers thuis? Dat je zo'n jongetje, zeg maar, ze die opgroeien. Die tot gaat bloeien, hoor. Die gaat echt vlammen. Ik zie hem hetzelfde als mij. Dat hij hier is voor persoonlijke ontwikkeling. Je hebt zich soortgelijk uit een soort van probleemsituatie en daarin alleen maar sterker worden. Ja. Like you. Ja. Ook dat. Maar beide gaan hier heel veel leren als ze hier blijven. Ik vind ze alle twee leuk. Ik weet het echt nog niet. Nou, ik wacht het gewoon wat je zegt. Ik wacht het gewoon. En wat ik ook zei tegen Lex, tegen Hiske. Bij welke keuze we ook maken, er komt een disbalans. Of 9 vrouwen en 6 mannen. Of jonkies en een paar ouderen. Ja, maar echt waar. Als er weer meer jongeren erin komt, ik ga dat niet terug. Maar er blijft een disbalans. Ik kan me gelukkig aanpassen, maar dat moet geen. En Lex, dat is waar je mee moet gaan dealen. Er gaat nooit een balans komen, want het is niet leuk om naar te kijken. Ja, nou, ben ik niet mee eens. Ik denk niet dat mensen alleen maar. Want je hebt natuurlijk ook mensen van tussen 30 en 40 alleen maar naar jongens willen gaan kijken. Eerlijk is eerlijk, dat is ook zo. Die alleen maar naar jongeren wil kijken, weet je wel, dat willen ze ook echt niet. Geloof me, echt niet. Nee, maar het is ook niet leuk als je met z'n allen komt bij jou rond de kampvuur gaan lopen zingen de hele dag. Nee, dat klopt. Maar snap je, er moet een disbalans zijn. Ik snap het. Er moet tegenstellingen zijn, zwart-wit, dat moet hier gewoon zijn. Ja. Dus er gaat hier nooit een balans komen. Never, nooit niet. Dus we moeten gaan kiezen of een hele zooi vrouwen bij elkaar of een hele zooi jonkies bij elkaar. Ja, tot nu toe blijf ik gewoon nog bij haar staan en ik zie het nog wel. Ik moet niet te veel opdelen, want ik heb ze ook besteld, hè? Oh, dat wist ik niet. Ja. Ik heb mijn keuze tot nu toe ook nog op haar, maar ik zit echt te twijfelen. Heel erg te twijfelen. Moet je Chelsea. Het staat nog niet voor. Ben je straks, ga je nog roken? Want ik wil met je stokken draaien. Ik ga meedraaien. Ja. Moet je wachten, we hebben maar 2 stokken nu. Ga je niet of? Nee, jij gaat mee. Nee, want het is weer opschuiven. Ik zoek wel een stok nog erbij.